Dit is een nieuwe aflevering van Beginnen met Erfgoed op Ik Was Hier Live. Mijn naam is Lodewijk de Leu. Wie niet graag achter een bal loopt buiten het veld en bang is zijn handen te gebruiken, die speelt squash tussen drie muren. Wie het graag sober houdt en stoer is, die heeft genoeg aan één muur en twee blote handen om intensief te sporten. Brent Vianen vertelt hoe je begint met muurkaatsen. Hallo allemaal, mijn naam is Brent Vianen en ik speel one wall of muurkaatsen. Muurkaatsen is zoals squash, je speelt het met je handen. Maar we spelen deze sport zonder zijmuren. Het is gewoon een muur waar we op slaan met onze blote handen. Deze sport wordt gespeeld met een rubberen bal. Eigenlijk is het niet moeilijk als je wil one wall beginnen spelen. Het enige wat je nodig hebt is een muur en een bal. Voor de rest heb je eigenlijk niets nodig. Je hebt mensen die met wanten spelen, maar in principe is dit niet nodig. Je kan ook gewoon met je blote handen spelen. De bal doet niet zoveel pijn om op te slaan. Dus je hebt eigenlijk gewoon een bal en een muur nodig. Het is wel handig dat er een beetje plaats naast het terrein is, want als je op hoger niveau gaat beginnen spelen, gaan de ballen rapper gaan en meer naar de hoeken naartoe, waardoor je plaats nodig hebt naast het terrein. Dat is ook vooral de moeilijkheid bij beginnenden, omdat ze nog niet zo de hoeken kunnen zoeken. En een keer dat je dat kunt, speel je echt op hoog niveau. En dan is het gewoon puur op fysiek dat je speelt en vooral goed nadenken van als ik die bal daar plaats, de volgende kan ik dan daar plaatsen. Dus. Om te oefenen spelen wij vooral in Vlaanderen en België, vooral binnen. En eigenlijk vooral in Europa wordt er binnen gespeeld. Maar bijvoorbeeld in Amerika en New York zijn er bijna enkel maar buitenmuren en wordt dat dagelijks buiten gespeeld. One wall wordt vooral 1 tegen 1 en 2 tegen 2 gespeeld. De bal wordt altijd opgeslagen in het opslagvak. Dan slaat de andere terug en we blijven rally spelen totdat de bal twee keer heeft gebotst of buiten de lijnen gaat van het veld. Qua kledij kan je gewoon sportkleding dragen, zoals bijvoorbeeld gewoon een sporttruitje en een sportbroek, maar er is niks speciaal nodig qua kledij. Het is vooral moeilijk omdat de bal redelijk snel gaat. Het is een hand-oogcoördinatie, dus kijken, de bal gaat naar links, rap met je voeten lopen, dan slaan naar met je linkerhand bijvoorbeeld. Het is vooral dat heel moeilijk is. Dus, en met beide handen spelen, want gewone kaatsers spelen normaal altijd met een goede hand, zeggen wij. Dat is bijvoorbeeld mensen die rechtshandig zijn, spelen met hun rechterhand. En mensen die linkshandig zijn, spelen met hun linkerhand. Dus bij one wall moet je met je twee handen spelen. En dat is vooral de moeilijkheid, omdat je dan van het gewone kaatsen moet overschakelen met één hand naar met de one wall met twee handen. Het leuke aan de sport is vooral, je bent met vrienden tegen elkaar matchjes spelen. Het gaat redelijk snel, dus na een tijdje ben je echt uitgeput. En gewoon het doorzettingsvermogen hebben om blijven verder te spelen. En zo je tot het uiterste drijven.